Ik ben apetrots op mijn mensen die hier in de afgelopen paar maanden met heel veel inzet hun vrije tijd opgeofferd hebben om hier een professionele studio voor ons televisiepoot neer te zetten. Maar ik hoop dat jullie daar met de moderne techniek en met jullie ambitie om een groot en mooi verhaal te vertellen over Hoorn en West-Friesland ook gewoon heel duidelijk dat rechtsstatelijke, dat mag je toch even van een burgemeester vandaag horen, de spiegel, horen en wederhoor, iedereen aan bod laten komen, zodat we elkaar een beetje beter begrijpen, dat jullie dat ook als ziel van een lokale en een regionale omroep die zorgt voor onze identiteit weten te borgen met al deze mooie, moderne spullen die inderdaad door mensen met hart en ziel voor het omroepvak en voor de stad en voor de regio hier bij elkaar zijn gezet. Hele grote complimenten en zeker tot ziens in allerlei vorm in en buiten beeld. Nu hebben jullie de slechtste burgemeester voor wat betreft dit soort handelingen. Wellicht komt nu de studio tot ontploffing. Dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Maar iets hoger. Ja, en dan moet ik dit koppelen. En daar gaat hij. Geopend. Heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel voor het geheel. En ik hoop dat we een luisterende pels kunnen blijven. Op het goede zin van het woord. Ja, zeker. Meneer Van Veldhuizen, deze televisiestudio heeft u net feestelijk geopend. En u heeft er ook het belang genoemd van een televisiestudio in een stad. Heeft een televisiestation in een stad iets te maken met democratie? Alles. Het is een beetje de spiegel die ons wordt voorgehouden. Niet iedereen is het natuurlijk altijd eens met die spiegel. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het is heel goed om in dat heftige maatschappelijke debat waar we met elkaar naartoe moeten en hoe we schaarse spullen eerlijk moeten verdelen, om daar een buitenstander te hebben, onafhankelijk, die daar ook nog eens een keertje zijn licht over laat schijnen. Vrij en onverveerd, hoor en wederhoor en soms dingen verscherpend, andere keren dingen ook dempend. En dat laatste is een beetje de uitzondering, maar kan toch ook een hele nuttige functie hebben. Nou heeft u één keer al proef gedaan met de gemeenteraadsvergadering met camera's erbij. Heeft u al ontdekt dat de mensen zich dan anders opstellen of anders gedragen? Eigenlijk heb ik gemerkt dat mensen zich niet anders gedragen. Omdat je kunt maar op één ding concentreren, echt. Er zijn maar heel weinig mensen die echt kunnen multitasken. Dus of je bent van het beeld en denkt van nou ga ik eens echt er even hier mooi voor zitten en het heel mooi zeggen. Ben ik in beeld? Of je zit toch zo in het debat en denkt ja ik wil overtuigen, gelijk halen of wat dan ook. Dus concentreer je daarop. En volgens mij is het laatste, in ieder geval met deze generatie raadslieden, nog meer aan de hand dan het eerste. En ik denk ook dat bij de eerste mensen er wel vrij snel doorheen prikken. Alles wat gespeeld is, wat niet echt is, daar hebben wij allemaal een zesde zintuig voor. Zou u Hoorn TV ook een rol kunnen toebedelen in het West-Friese geheel? En welke rol zou dat kunnen zijn? Ja, ik denk dat het iets is wat vanzelf langzaam gaat gebeuren als we daar bestendig aan werken. Kijk, West-Friesland is onze identiteit. We hebben een vlag, we hebben een eigen dialect, we hebben onze eigen verhalen. Dus daar hoort ook een eigen omroep bij.